Ja, we hebben er allemaal ontzettend veel zin in om weer naar huis te gaan. Echt leuk. Het was echt goed werk. Dag 8. Vandaag verlaten we zee. Ik ga voor een allerlaatste keer het breakfast preparen. Een laatste dag is altijd een lach en een traan. Maar volgens mij kan ik er ook wel vrede mee hebben. En je weet altijd dat het een plek is waar je weer terug kan keren. Dus dat komt helemaal goed. Welcome to this brand new vlog, everyone. Yes, I can really pull it off, I understand. Now you can say, welcome to this brand new vlog. I'm Eline. Welcome to this Bradley vlog. Brand new vlog. Bradley. Brand new vlog. I'm Eline. We gaan het undercover filmen. Ja, zodat we het voor altijd kunnen kijken. This is Inge. She grew up in the Wild West. As a rhino killer. She killed a lot of rhinos. Dit is toch confusing? Dat is een intense poster, ja. En daar zat ik naast. Waar is Wallo? Ja. Oh, nee, wat doe je nou, middelvinger? Wow, wow, wow. Ik kan niet tijdens het les echt blijven verwaken. Ah, dat is wel weer lief. Dat is zo grappig. Mensen doen nu hartjes zo, maar ik kan alleen maar zo. Maar mijn broertje kan het ook niet. Ik weet überhaupt niet welke. Oh, wijsvinger. Ja, ik kon dit ook heel lang niet. Welkom bij een gloednieuwe Jessa vlog. We gaan onze laatste maaltijd eten. En dat wordt lekker. Echt super exciting. Ja. En, 5 sterren natuurlijk. Volgens mij is het bami. Dus ik heb wat er heel veel. Wat is jouw definitie van bami? Gewoon alles wat er niet uitziet als nasi. Oké, nou dan heb je al veel bami op. Zeker. Waarom eten we 4 keer per week erwten? Exactly. My fault. En het is weer vegetarisch. What are those? Ja, moet die er weer op? Die moet er ook even op. Heb je nog naar je zus gestuurd? Heb ik gedaan. Met vijven. Vond ze heel tof. Awesome. Yes, ha! Hey! Dit was zo soepel, jongens. De veel te lange reis naar huis is begonnen. En dit is dus ook altijd een moment dat je denkt van, hey, ben ik mijn pillen vergeten? Hey, ben ik mijn mobieltelefoonoplader vergeten? Hey, ben ik mijn pet vergeten? Al dat soort dingen, best wel logische vragen. We gaan nu naar Chalon en vanaf daar hebben we de directe Flixbus waar ik lekker hopelijk in kan slapen. Yes, lekker blij! Oh, ben je aan het filmen? Of als je nou foto's gemaakt hebt, ben je weer aan het filmen? Oh, is weer aan het filmen. Ja, we hebben er allemaal ontzettend veel zin in om weer naar huis te gaan. Echt leuk. Het was echt goed werk. Ja, we zijn echt heel blij. Ik kan het wel eens gezicht zien. Ja. We kijken er echt naar uit. Als je de 50.000 volgers hebt, dan wat voor tattoo zetten we dan? What are those? Moest je nou lachen? Ik zag lachen. Nee, ik lach niet meer. Ik zag lachen. What are those? Ja! Hallo. Welkom bij deze Jessa-vlog. We zitten in de Flixbus. Ja, lekker terug vol. Naar Amsterdam met kauwgom in alsof het een vliegtuig is naar Schotland. Nou, we houden jullie op de hoogte, jongens. Ik ging dus nog licht aanzetten, Jessa. Ik ging aanzetten. Yeah. Yes, hallo, hallo mensen. Jessa, Charmian. Goedendag. Jessa. Hoi. Ja, we zijn inmiddels al 2 uur of zo. Nee, we zijn aan het rijden. Al wat langer. Het is bijna 10 uur. Hey, oh, kijk. Dit vind ik dus echt heel fijn. Fantastisch. Echt genieten. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind het ook echt geweldig. Hoeveel sterren geeft? Komt dit op onze sterren tot? Ja, echt 5 sterren, omdat ik telkens lekker even zo mag slapen. Zo. Ja, we hebben even input nodig, waar gaan we het over hebben? Over het communisme. Het yes, communisme. Hij is voor, ik ben tegen. Sorry. Ach jongens. Waarom ben je voor? Ja, het is gewoon een fantastisch systeem. Dat kan je echt niet zeggen. Als je dit nou knipt, hè, dan kun je je maar heel slecht neerzetten. Jongens, ik heb nieuwe vrienden gemaakt. Hoi, stel jezelf voor. Hoi. Ik zit in de bus. Hey. Wil je je naam nog 1 keer spellen voor de vlog? Wie overleeft het langst? Oh, dit wordt een soort expeditie Robinson, jongens. Degene die het laatst deze bus verlaat. Ja, ze gaan over nu.
Heel cool. Ik zeg, als ik die loop, dan zie je de brug natuurlijk niet. Dus. Ik ken al een verhaal over de Brooklyn Bridge. Vertel. If you like animal rights, you don't like him. Every rhino not safe anymore. Every rhino is scared of me. I understand. I understand. On guard! Goodbye, American captain. Nee! Teruggeven! Gigantisch communisme. Wanneer ik één grapje maak over vrouwenrechten, krijg ik een bitch clap. Maar jij verdedigt het volledige communisme. Ja. Oh nee, ik hoef niet op de vlog. Gaan we gewoon een foto maken? Op de vlog?